De cel vermiste personen van de federale politie bestaat vandaag 15 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag is er een boek met als titel Zeg Nooit Nooit uitgekomen. Het werd vanmorgen voorgesteld in aanwezigheid van onder meer minister van Justitie De Klerk. Het boek gaat over verdwijningen, over moordenaars en pedofielen en over het werk van politiemensen. En ook de ervaringen van ouders die hun kind nooit terugvonden zijn erin te lezen. Ja, voor mij als ouder, dag in dag uit, word je daarmee geconfronteerd. Uw kind is vermist, het is niet teruggevonden, dus het is nooit ver uit je hoofd. Dat je nu wil of niet, je blijft ermee geconfronteerd. Daarom ben ik eigenlijk de mensen van de cel vermist, van de verdwijningen, zo dankbaar dat zij de moeite genomen hebben van mijn getuigenis te vragen en ook te gebruiken in dit boek. Ik hoop met een tijd dat mijn zoon teruggevonden wordt en in liefst in levende lijven. Wij hebben veel jaren nog in te halen dan.